Vandaag lamsvlees met frieten, salade, knoflooksaus en kaas. Jazeker, kapsalon van de Big Green Egg. Welkom bij een extra aflevering van Ralph's Barbecue Tube. Elke eerste zondag van de maand maak ik een fantastisch gerecht op de Big Green Egg. Ja, kapsalon. Het is een Rotterdams gerechtje. Ondertussen wereldberoemd in heel Nederland. Nou leek het me leuk om dat ook eens een keer te maken op de barbecue. En dan wel op de Big Green Egg. En ik wil de frieten, die wil ik juist op de Big Green Egg gaan bakken. In een mandje aan het spit. Hoe gaaf is dat? Het mooie is als je 3 keer in de week friet eet, dus van de barbecue in een mandje, dan val je 2 kilo af. Ja, kapsalon. Volgens mij had het te maken, er zat een of andere Turk of een shawarmazaak en daar tegenover zat een kapper. Zoiets heb ik begrepen in Rotterdam. En die wou altijd, die wou friet, maar die wou ook shawarma. En die wou ook, flikker de friet maar onderop en dat erboven, knoflooksaus tussen en salade, alles bij elkaar. Dus, en op een gegeven moment werd dat gewoon zo van, oh, dat is weer een bestelling met de lunch, weet je wel, voor de kapsalon. Volgens mij is dat het verhaal, zo is dat volgens mij ontstaan. En op een of andere manier is dat weer zo'n gouden ding, weet je wel. Het is gewoon een vette bak eten. Maar zo ontzettend lekker. En ik heb zelfs begrepen dat in België is het ook al super bekend, hè? Dat vind ik gaaf. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb mijn Big Green Egg een aantal keren gebruikt. Het mooie dus van een Big Green Egg is dat je de kolen, die gebruik je tot ze op zijn. Ik heb hem nou een stuk of 5-6 keer gebruikt. En ik moet bijvullen. Laat ik even zien hoe dat moet. Heel simpel. Hier zie je heel goed de as en de stukjes kolen die over zijn. Kijk, en dan zie je hier de luchtgaatjes ontstaan. Het is belangrijk dat die een beetje vrijkomen. En een Big Green Egg, die heeft maar heel weinig zuurstof nodig, maar die moet hij wel kunnen krijgen. En onderin mag best zo'n laagje as liggen. Is helemaal niet erg als hij maar voldoende zuurstof krijgt, ook door de ventilatieschuif. Ja, je gebruikt je Big Green Egg eigenlijk nog vaker, doordat het schoonmaken is echt kinderspel. Ik heb nieuw houtskool deze keer van Big Green Egg. Europees houtskool. En het mooie is, die aroma's van dit houtskool is echt geweldig. Het is een mooie grote sortering. Tot ongeveer 2-3 centimeter boven de rand. Dat is mijn standaard. En daarmee kan ik urenlang barbecuen op een gelijkmatige temperatuur. Eens kijken hoe het zit met mijn as hieronder. Dit is alles wat eruit komt na 8 keer barbecuen, ongeveer. Aansteken die hap. Nou, tijdens het aansteken moeten we zorgen dat de deksel open blijft staan en onder het schuifje helemaal los. En dan zijn wij zo aan de gang. Met een kwartiertje zijn we begonnen. Ik zei al, ik ga vandaag op het spit werken. Ik heb hier een spit van Let's Q. En dat is een wigvorm, aluminiumvorm. Spit ertussen, motortje eraan, maken wat je wil. En ik ga zo meteen een spitmandje gebruiken voor mijn frieten. Nou, over die frieten gesproken, ik heb hier een paar mooie bonken, aardappels, klein gasbrandertje, pannetje en wat water. Hier wil ik zo meteen eventjes mijn aardappels in voorkoken. Ik ga mijn aardappels even schillen en dan vind ik het lekker om er wat extra zout in te doen in het water zo meteen, in het kokende water. En trouwens, je hoeft ook niet per se voor te koken als je dat niet wil, hè. Je kunt ze ook gewoon zo van rauw af aan, kun je ze aan het spit doen, de frietjes, dat mag. Sterker nog, je zou eigenlijk gewoon een zak in de supermarkt, hè, de diepvriesfrieten of de ovenfrieten, kun je ook gebruiken, dan ben je helemaal snel klaar. Oh ja, als jouw Big Green Egg nou tijdens het aansteken erg gaat roken, dan is dat zeer waarschijnlijk het aanmaakblokje of een stukje houtskool wat een beetje over het aanmaakblokje heen ligt, zodat hij te weinig zuurstof krijgt. Kijk, ik heb hem nu 2 mm verschoven en wegrook. En ik zeg dat omdat heel veel mensen, die ik ken althans, die hebben gedonder met de buren. En altijd dat barbecue en altijd bij het aansteken. En echt, het is 9 van 10 keer is het aanmaakblokje het probleem. Hè? Zo simpel iets als het aanmaakblokje. Mijn aardappels snijden gewoon in de vorm van frieten. Hè? Dus een centimetertje dik, max. Probeer ze ook even dik te snijden, zodat ze dus allemaal gelijktijdig gaar zijn. Hè? Dat is wel eventjes een dingetje waar je op moet letten als je friet snijdt. Goed, er gaat mooi wat zout in. Ik zei al, ik wil hem graag extra zout hebben. No, dat is veel zout. Maar ja, al dat zout komt natuurlijk niet in mijn aardappeltje. Hè? Gewoon, die worden gewoon extra op smaak gezet. Maar dan heb ik ze niet zo flauw.
Over flauw gesproken, vind je dit nou leuke content, vind je dat nou leuke video's? Overweeg dan om te abonneren. Elke week maak ik een nieuwe video, elke vrijdag en elke eerste zondag van de maand een Big Green Egg special. Dus het zou top zijn, abonneerknop indrukken, belletje ernaast, kost niks, hè, is helemaal gratis. En vergeet ook niet deze video te liken, duimpje omhoog betekent dat. Want dat helpt namelijk enorm in de verspreiding van deze video. Algoritmes, dingetjes, zou top zijn. Mooi, mijn water kookt, dan kunnen de frieten erin. Hatse falats. En heb ik dat dan zo uitgekiend dat dat precies past? Ja, dat heb ik. Je ziet hoe snel dat gaat, hè? Die kolen die zijn nou al flink aan het fikken, hartstikke heet. Wil natuurlijk niet te heet hebben, dus ik ga nu het deksel sluiten. Ik geef hem wel een klein beetje lucht. Anders krijgen we dadelijk de welbekende backdraft. En ik zet hem onder een centimeter of 3,5, 4 zet ik hem open. Ik wil de temperatuur eigenlijk op 220 graden hebben. 200 zou ook mogen, 220 is mijn aim. Dat is een mooie temperatuur. Dan worden die frietjes super knapperig. En dan duurt het ook niet te lang voordat ze klaar zijn. Goed, ik ga me nu bemoeien met het maken van de rub. Het kruidenmengsel voor mijn shawarma. Eigenlijk ga ik gewoon shawarma kruiden maken. Wat hebben we nodig? Korianderpoeder heb ik niet. Ik heb wel korianderzaad. Daar gaan 2 theelepeltjes van in. Kneuzen die hap. 2 theelepels zwarte peper. 2 theelepels knoflookpoeder. 2 theelepels paprikapoeder. 2 theelepels kruidnagelpoeder. 2 theelepels komijnpoeder. Kurkuma. 1 theelepel. Dat zijn een beetje de aardse smaken en natuurlijk de kleur. Kaneel kan natuurlijk niet ontbreken in shawarma kruiden. Ook daar gaat 1 theelepel van bij. Zo, mengen we dat goed door elkaar. Het ruikt al precies naar shawarma kruiden. Dus dat is een goed teken, hè. Doe ik wat mooie olie in een schaaltje. Er mag best wel wat in. Nou gaat hier een goede, nou laten we 2 eetlepels noemen. Iets meer zelfs. Van de kruiden door de olie, zodat we een mooie shawarma kruidenolie krijgen. Mooi, pakken we ons vlees erbij. Ik heb dit vlees gewoon, dat kun je gewoon in de supermarkt kopen. Hè? Dit zijn van de lamsbout, moet je eens voorstellen. Lamsbout is ongeveer zo groot, hebben ze ontbot. En daar plakken van gesneden. Dus hier zeg maar, hier heeft de bout gezeten. Dus die ga ik even in kleine dunne reepjes snijden. En dan kunnen die mooi door die marinade. En het is heel snel te gaar. Hè? En als lamsbout te gaar is, wordt het heel erg droog. De buitenkant zit nog een beetje vet en de binnenkant zit nog wat vet. Dat is dadelijk ook nodig. Dat hebben we ook nodig tijdens die garing. Dat is belangrijk. De smaak van dat vet willen we toch mooi in ons lamsvlees hebben zometeen. Dan gaat het goed mengen met onze olie. Onze kruidenolie. Nou, je moet je voorstellen dat marineren, dat doet wel wat. Maar niet zo heel erg veel. Omdat de kruiden in olie zijn opgelost. Maar olie trekt natuurlijk heel slecht door dat vlees heen. Wat eigenlijk heel veel water heeft. Dus eigenlijk zou zout, dat zou meer eventjes helpen in marineren. Maar dit is eigenlijk gewoon, ja, ik noem het marineren, maar eigenlijk is het vlees koten met een lekkere smaak. En dadelijk tijdens het bijten, dan bijt je als het ware die kruiden en die smaak. Wat wij dus marinade noemen, dat bijt je als het ware door je vlees heen. Waardoor je gewoon toch nog die fantastisch mooie smaak krijgt. Want dit kun je wel een nacht in de koelkast leggen om te marineren, maar dat heeft dus bijna geen enkele zin. Nou ja, die staat precies op 220 graden. Af en toe wordt niet goed voor mezelf. Ik heb ook wel een klein beetje ervaring, moet ik erbij zeggen. Ik heb hier een halve maan grillplaat. Een griddle, dus een vaste griddle. Die leg ik er even in, want hier wil ik straks mijn vlees opgrillen. Kan die mooi warm worden en meteen weer dicht. Hoe gaat het met mijn frieten? Die voelen al een beetje zacht. Ze moeten natuurlijk ook niet helemaal gaar zijn. Maar het scheelt natuurlijk wel, hè. Ik denk dat die al met al, als je die een minuutje of 4-5 kookt, dat het goed is. Pak ik mijn mandje erbij even laten zien. Spitmandje, ofwel gewoon beter bekend als mand. En hier gaan dadelijk mooi die aardappeltjes in tumbelen. Vandaag zijn het aardappeltjes. Chicken wings is natuurlijk super lekker. Alle klein gesneden groentjes is fantastisch. Maar frieten, hè? Frieten op de barbecue, dat zie je natuurlijk niet veel. Maar is helemaal te gek. Ik ga eventjes mijn piepertjes afgieten.
Supermooi. Als je wil, en dat is optioneel, kun je nou nog wat van die shawarma kruiden lekker als patatkruiden gebruiken. Zorg dat je wat mooie olijfolie hebt. Niet te veel, want het gaat anders allemaal in je kolen druipen zometeen. Klik, mandje vast. Oké, daar gaan we. Een beetje schudden zo, die kruiden. Hoppa. Kijk, motortje eraan. Die hangen we hier zo in. Motortje aan. Draai je maar. Haha. Gaat helemaal goed. Dekseltje weer dicht. Dit kun je af en toe nog een beetje doorroeren, hè, je vlees. Een beetje in de gaten houden. Het maken van de knoflooksaus. Wat hebben we daarvoor nodig? Mayonaise. Crème fraîche. Knoflook. Tuurlijk. Een biologische citroen, althans de schil daarvan. Bieslook en peterselie, die pak ik zo. Het is heel erg makkelijk. Heel erg makkelijk. Je kunt kiezen in de verhouding mayonaise en crème fraîche. Je kunt zeggen ik doe het 50-50. Je kunt zeggen ik doe iets meer mayo dan crème fraîche. Je kunt ook zeggen ik doe iets meer crème fraîche dan mayo. Ik zou zeggen begin eens een keer met 50-50. De eerste keer dat je het maakt. En ga dan kijken wat je lekker vindt. Je zou in plaats van crème fraîche ook yoghurt kunnen gebruiken. Iets wat frisser. Nou, die mayo en die crème fraîche, die meng je door elkaar. Knoflook. Op deze hoeveelheid zou ik inschatten 3 tenen knoflook. Nou kun je de knoflook heel fijn snijden. Ik vind het zelf lekkerder om hem, ja, om een pureetje te hebben. Dus om ze te persen. Ik heb daar een heel leuk persje voor. Super makkelijk. De schil van een citroen. Voor de o zo belangrijke frisheden. Daarbij gaat alvast wat basis, peper en zout. Ik wil wat verse bieslook hebben. Wat peterselie vind ik lekker erin. Fijn hakken. En dan gaan we mengen. En een dingetje met knoflooksaus is natuurlijk dat naarmate die langer staat, de knoflook veel meer punch krijgt. Hè? Veel meer punch geeft in die saus. Zo. Bam. Knoflooksaus 3.0. Kijk hoe het met onze frieten gaat. Die beginnen al mooi te bruinen. Nog steeds mooi precies op 22. Rest me eigenlijk nog één ding. Een beetje mise en place maken. Dus een tomaatje. Snijden gewoon even in blokjes. Ik gebruik een mooie belegen kaas. Ik heb mijn grillplaatje eventjes aan de andere kant gelegd. Hij lag achter. Ik heb hem nou naar voren gelegd. Mijn halve grillplaat. Want anders zien jullie niks. En wil natuurlijk wel eventjes met de camera erin kunnen. Want het is er tijd voor. We gaan ons lamsvlees maken. Klein scheutje olie. Er zit natuurlijk al wat olie op. Maar toch een beetje om het te beschermen, want die plaat is best heet. Daar gaan we. Het hele idee van die dunne stukjes lam is natuurlijk dat ze heel kort, maar op een heel heet rooster hoeven te garen. Hè? Ze garen daarna nog eventjes door. Dat is echt maar, nou, ik denk 2 minuutjes. Het klinkt gek, maar ik heb zelf die vlammen onder controle. Kijk, nu is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ik ga lopen roeren, wat ik eigenlijk doe is als het ware ja, het lamsvet in de vlammen gooien. Want lamsvlees, dat, is, ja, dat staat bekend natuurlijk om het vet dat goed wil fikken. Ik vind dit prachtig. Punten met shawarma kruiden, gewoon knapperig frietje, niks geen slappe bende. Rest ons nog één ding te doen, een bordje opmaken. En dat kan maar één bordje zijn, hè. Dan doe ik alvast een klein beetje kaas. En ik weet niet of ze dat in Rotterdam zo doen, laat het gerust weten. Maar die frieten zijn nog bokken heet, dus kan die kaas er een beetje mooi overheen smelten hier alvast. Dan ons vlees. Sla. En ik heb natuurlijk ijsbergsla, super fris. En dan hebben we nog een klein beetje de indruk dat we wat vitamintjes binnenkrijgen. Tomaten. Dan de knoflooksaus. Laten we er vooral niet te zuinig mee zijn. Dan sriracha saus.
zes rassen saus. Of een klein beetje sambal, net wat je wil. En nu de kaas. Deze gaat nog heel even super kort terug op de Big Green Egg. Die staat nog keurig op 220. Kan hij nog heel even smelten, die kaas. Dit was 3-4 minuutjes, staat hij erop. Hoe ga ik dat doen zonder mijn klauwen te verbranden? Waarschijnlijk gaat dat niet. Hier is die. Dames en heren, mijn kapsalon van de Big Green Egg. Met frieten uit de barbecue en zelfgemaakte shawarma kruiden. Vers lamsvlees. Wat wil je nog meer? Laten we het een ode noemen aan Rotterdam. Vrienden, maken! Ik snap je Rotterdammers wel. En trouwens, jij kan ook wel een paar kilootjes afvallen, toch? Nee? Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren dat kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.